Op 2 juni vindt weer de Leidse Orgeldag plaats. Dat is eigenlijk al een lange traditie die begonnen is in 1984. En gedurende die dag staan er een aantal kerken open. En het is dan de bedoeling dat je van kerk tot kerk trekt. Zo 's ochtends om 10 uur begint dat dan. Loopt door tot 1 uur of 4. En dan is er in elke kerk vindt er een orgelbespeling plaats door een van de Leidse organisten. De Orgeldag vindt plaats op een 6-tal historische locaties. De Pieterskerk, de Stadsgehoorzaal, de Lodewijkskerk, de Marekerk, de Hooglandse Kerk en de Artenbrugkerk. En het aardige van die Orgeldag is natuurlijk dat je van kerk naar kerk loopt in het historische Leiden. We hebben tegenwoordig de Randstad, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam. Maar in de Gouden Eeuw had je eigenlijk maar 2 grote steden, Amsterdam. En Leiden was de 2e stad van Holland op dat moment. En die rijkdom zie je nog steeds terug. En op elke locatie vindt dan een korte orgelbespeling plaats. Meestal duurt dat 1/2 uur. En in elke kerk wordt het concert gegeven door een van de Leidse organisten. Vaak ook de organist van de kerk. En zo'n orgeldag is natuurlijk heel erg geschikt om er een dagje uit van te maken. Je wandelt van kerk tot kerk, langs de grachtjes, langs de mooie oude straatjes. Je kunt op het terrasje gaan zitten in Leiden. En je kunt gaan winkelen. Dus echt een hele mooie kans om Leiden te bezoeken en kennis te maken met de cultuur in Leiden. Het leuke van Leiden als orgelstad is dat er relatief veel orgels uit de 17e en de 18e eeuw bewaard zijn gebleven. En elke kerk in Leiden heeft dus eigenlijk weer een eigen juweeltje. En in elke kerk staat eigenlijk wel weer een ander boeiend instrument. Bijvoorbeeld in de Lodewijkskerk staat een prachtig instrument van Mieterreiter, ook een Leidse orgelmaker. In de Pieterskerk en in de Hooglandse Kerk staan instrumenten waar de belangrijke orgelmaker van Hagebeer een belangrijke rol in heeft gehad. In de Marekerk een orgel van Garrels en Hes, onlangs weer prachtig gerestaureerd. En in de Stadsgehoorzaal staat dan een instrument van Flentrop uit 1966, wat je als een jong monument uit de wederopbouwperiode kunt zien.